Goedemorgen. Het is zondag 29 november 2020, de eerste Adventzondag. Het begin van het kerkelijk jaar. We zijn hier in de Grote Kerk in Naarden. Welkom iedereen hier fysiek aanwezig in deze dienst, maar ook die thuis deze dienst volgen. Vandaag is onze voorganger Marnix van Zeys. Lector vandaag is Inge Huiskens. We kunnen genieten van het orgelmuziek van onze organist Wiebe Kooijmans en van de vioolmuziek van Marie-Anne Ezard. Daarnaast hebben wij zang van 5 kantorijleden. Die zijn daarachter. Diaken van dienst is André Bouke-Kuiper. Ik ben Loek Smit en vandaag uw ouderling van dienst. Ik wil André Bouke uitnodigen om de kaarsen aan te steken aan het licht van de paaskaars. Laten wij ons in een kort moment van stilte voorbereiden op deze dienst. En wij mogen elkaar bemoedigen en groeten. Onze hulp is de naam van de Heer. Die trouw is tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Nu de nachten langer worden, verlangen wij naar het licht van uw liefdevol aangezicht. Bewaar ons voor het duisteren dat het daglicht niet kan verdragen. Vervul ons met liefdevolle aandacht voor elkaar en deze wereld. Amen. Zijn gelegen en maar
Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Buiten worden de nachten ieder etmaal nog een beetje langer. Het donker neemt meer ruimte in dan het licht. Maar hier in uw huis wordt het langzaamaan al lichter. Elke week brandt er een vlammetje meer. Want het is ander licht dan dat van de zon. Het wijst naar een bron van helderheid die er altijd is, ook in de diepste nacht. De lamp van uw woord, het licht van uw zoon, wil ons oog geven voor uw licht. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Als het uw licht is dat zich zo verbreidt, dan kunnen ook wij erdoor aangestoken worden. En lichter kijken naar onszelf en naar de mensen met wie wij leven. Minder gericht op wat ons in hen stoort of pijn doet. En meer op wat ons raakt en goed doet. Mag een vonkje van uw licht op ons overspringen. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Hier en overal in de wereld waar mensen samenkomen rond uw licht en in uw licht, verandert er misschien niets en toch is alles anders. Want gij zijt mijn heil, o Heer, zongen we met de psalm. Ik blijf u al de dag verwachten. Daarom zijn we hier, om ons dat in te prenten. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Luisteren wij naar de lezing uit Markus 13. De lezing van vandaag is uit Markus 13, de versen 33 tot 37. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen. En de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet wanneer de Heer des Huizes komt. 'S Avonds of midden in de nacht of bij het eerste hanengekraai of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen. Wees waakzaam.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als Marcus zijn evangelie schrijft, dan is de tempel in Jeruzalem verwoest. De Heer is heen gegaan, maar het koninkrijk van God is nog niet aangebroken. Er treden mensen op die pretenderen de echte Christus te zijn. Crisis dus voor de christelijke gemeente van die dagen. Klein en broos en breekbaar. De eerste helft van Marcus 13, het gedeelte wat wij vandaag niet lazen, is een profetie van Jezus over de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. In het jaar 70 na Christus is die voorspelling uitgekomen. De tempel werd door de Romeinen verwoest. Maar de tweede komst van Jezus is uitgebleven. Heeft Jezus zich vergist in zijn voorspelling? Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Die generatie van toen is verdwenen. Net als vele, vele generaties daarna. En al die dingen zijn niet gebeurd. Er komt een nachtwaker in beeld. Het is alsof Jezus tegen zijn leerlingen zegt: de tijd waarin jullie leven is als een huis waaruit de eigenaar is verdwenen. Jullie zijn achtergelaten en op jezelf aangewezen, ook om dat huis te onderhouden. Dat zal gepaard gaan met hoop en twijfel. Dat zal gepaard gaan met verwarring en misschien ook visioenen. Het huis blijft het huis van de eigenaar en hij komt terug. Geef het huis dus niet prijs aan wie het maar hebben wil en wees op je hoede. Als het donker wordt, moet je goed opletten of er een dief is of dat het de eigenaar zelf is die komt. Advent is de donkere nacht waarin de nachtwaker wakker blijft, soms vechtend tegen de slaap. Advent is geen opgetuigde kerstboom met lichtjes, maar het zijn kale winterse bomen waarin hooguit een kleine zwelling je doet vermoeden van iets dat komt, van lente die er is. Dooie takken, zoals er hier een staat. En voorop uitlopend daarop staan er al bloeiende bloemen en hebben we één lichtje ontstoken. De deurwachter uit de evangelielezing van vandaag wacht niet op een kind in de kribbe. De advent is niet zo strikt verbonden met het geboorteverhaal van Jezus. De zogenaamde voleindingstijd, dat is de naam van de afgelopen zondagen, loopt over in de Adventus Domini, de komst des Heren. En daarover bestaan verschillende beelden. De Heer komt als een mensenzoon op de wolken met grote macht en heerlijkheid, vertelt Marcus. De Heer komt als een weerloos, kwetsbaar kind liggend in een kribbe, zal Lucas later vertellen. Die verhalen staan naast elkaar en we laten ze naast elkaar staan. Het zijn allebei verhalen over een mensenzoon in wie God zelf dichterbij komt. De Heer in de gelijkenis verlaat zijn huis en geeft het beheer daarvan aan zijn dienaren, ieder met een eigen taak. De deurwachter heeft de meest expliciete taak: waken. Slapen moet hij op een ander moment doen. Als je zijn komst, de komst van de Heer, verwacht, dan ben je voorbereid. Je kunt zelf rustig gaan slapen,
want er wordt over je gewaakt. Wees waakzaam. Er zijn mensen die ons dat hebben voorgeleefd. Ik las in de Washington Post van 11 november een brief die mij niet onberoerd liet. Een 11 november, dat is in de Verenigde Staten Veteranendag. De brief is op 11 maart 1945 geschreven door kapitein Smith van het Amerikaanse leger. Smith staat met zijn infanterieunit aan de oevers van de Moezel en de Main. En hen wacht een gevaarlijke oversteek. Hij schrijft aan zijn 4 maanden oude zoon, Jeffrey, die hij, vermoed ik, nog niet gezien heeft. En schrijft de zoon, Jeffrey, in zijn recente commentaar bij de brief: het einde van de oorlog was in zicht, maar mijn vader hield er rekening mee dat hij het niet zou overleven en mij dus niet nooit zou zien. We bevinden ons, schrijft de vader in 1945, op verschillende zijden van de wereld. Maar ik voel me sterk met je verbonden. Ik gaf je iets van mijn leven toen jij verwekt werd. En jij gaf mij iets onbevattelijks van een waarde die onschatbaar is. Hij houdt zijn zoon de idealen voor van gehoorzaamheid, oprechtheid, vriendelijkheid en respect voor de rechten van anderen. Leer, schrijft hij, om van schoonheid te houden waar je die ook maar vindt. Muziek, natuur, boeken, wat dan ook. Onthoud dat onderwijs een nooit eindigend proces is. En ja, geld is noodzakelijk om te leven, maar heeft beperkingen. Want voorbij een zeker punt voegt het niets meer toe aan je leven. Tot slot schrijft de vader aan het front een vaarwel. Je hebt de fijnste moeder van de hele wereld, Jeffrey. Jij en ik kunnen dankbaar zijn dat jouw moeder en mijn vrouw dezelfde persoon zijn. We are very proud of you, Jeffrey. Be a real boy and grow up to be a real man. Love, Dad. Zoon Jeffrey schrijft in zijn commentaar: vader overleefde de oorlog. Hij werd bijna 100 jaar. Hij leerde ons de waarden waarover hij schreef, niet door ze te onderwijzen, maar door ze in zijn leven te doen. De brief werd nooit verstuurd, want vader overleefde de oorlog. Zoon Jeffrey heeft die waarde overgenomen. Want op 11 november van dit jaar dus schrijft hij tot slot van zijn commentaar bij de brief van zijn vader: de natie heeft net geweigerd een president te herkiezen die geregeerd heeft met minachting voor de democratische beginselen. President Trump heeft onze democratie beschadigd. Als we nu niet snel de schade repareren, zal die schade veranderen wie wij zijn. Laten we beginnen. Tot zover vader en zoon Smith. Dat is waakzaam zijn. De hoop voeden. De waarden waaruit je leeft koesteren. Een liefdevol leven. Toekomstgericht. Marcus vertelt ons het verhaal van Jezus van Nazareth. Hij leefde in de gespannen verwachting van het Rijk van God. Steeds opnieuw en steeds in andere vorm zal de gemeente geconfronteerd worden met rampspoed en tegenslag. Maar daar komen we doorheen als we waakzaam zijn. Als wij uitkijken naar de komst van de Zoon des Mensen.
Een waakzame gemeente is een verwachtende gemeente. Een waakzame gemeente is geen afwachtende gemeente, maar verwachtend. Let us begin. Laten we beginnen. Amen. Laten wij danken en bidden. Zo klein en kwetsbaar als wij zijn, zo tijdelijk en betrekkelijk, toch telt gij ons, hoedt gij ons, bewaart gij ons. Daarom zeggen wij u, zegenen wij u met ons hart en met ons hoofd. En door ons doen en door ons laten. Wait for the Lord. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart. Whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart. Voor elkaar bidden wij,
om geestkracht en volharding. Dat wij verrijkt worden door elkaar, uw gemeente, en elkaar dragen in gebed. Gij die ons troosten wilt, Gij die alle tranen wilt afwissen, U zoeken wij dat Gij onze deelgenoot wilt zijn in wat ons verdriet en bezeert. Wait for the Lord. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart. We bidden u voor deze gemeente, voor uw kerk in deze stad, waar al zolang de lofzang gaande gehouden wordt, maar die nu noodgedwongen dunner klinkt. En toch zingen wij door in ons hart, met ons hoofd en met een paar mensen die namens ons allen zingen. Geef dat we ook het licht aan elkaar doorgeven. Dat wij uw kandelaar zijn voor onszelf, voor elkaar. Niet in een huis van hout en steen woont Gij, o God, maar in harten van mensen. Bewaar ons bij elkaar, dat wij samen uw kerk zijn. Betrek ons als uw woning, woon in ons met uw geest, zodat Gij woning onder ons maakt. In Jezus Christus. Wait for the Lord. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart. Wait for the Lord, whose day is near. En in de stilte komen wij bij u en leggen u voor waar ons hart vol van is, of zijn zomaar stil voor u. En samen bidden wij het gebed dat Jezus in ons midden legt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Des Heeren, o mens, bereid u voor. Reeds
spreekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de vorst op aard, die God zijn volk zal geven, ons heil, ons eigen leven, vraag toegang tot ons hart. Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer. Heer, op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft hem waken, in hem wil woning maken het heil de Zoon van God. Mag ik u nodig gaan staan? Het ga je goed. Mogen wat op je weg komt jou tot zegen zijn. De vreugde van de ontmoeting. De pijn van de ontbering. De tijd van de verwachting. Het genot van de volheid. De kaalte van het gemis. Mogen jouw leven anderen tot zegen zijn. Dat je ogen met mildheid kijken. Dat je handen open zijn en opbouwen. Dat je luistert tot in het zwijgen. Dat je woorden oprecht zijn. Dat je in hart en nieren bewogen bent om de mens op je weg. Daartoe de Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.